Hij is nou onder. Hij is nou onder. Oh, leuk. Hey Ezra, wat zag je net vliegen? Nou, ik zag daar boven ons een aalschopper die helemaal met zijn vleugels helemaal breed zat. Maar ik kan hem jammer genoeg niet op de foto, want hij stelde niet scherp. Ach, dat is jammer. Maar dan zie je hier wel vaker aalscholvers. Ik het wel. Ja, die jagen hier natuurlijk in dat meer. Ja, dat zag je pas nog toen we een rondje aan het lopen waren. Zondag. Die over kwam vliegen, dat die ganzen allemaal opvlogen. Dat was een zeearend. Ah, heb je een zeearend gezien? Ja, pas toen we een rondje zaten te lopen. Daar, toen vlogen er ook recht boven ons een zeearend. Wauw, dat is een bakbeest, hè? Ja. Een enorm voor geval. En al die ganzen vlogen van 100 meter van die zeearend vandaan. Vlogen ze al weg. Wauw. Ja, dat vind ik prachtig. Ja, de ganzen gingen er al vandoor. Mooi, hè? Ja, zeearenden broeden hier in de Hellegatsplaten, dat is hemelsbreed 300 meter verderop. Dus geen wonder dat Ezra er eentje hier in de polders bij Otgersplaat zag. Daar jagen ze op de ganzen. Nou ja, dat is al de trekpleister hier van de Hellegatsplaten, dus bij Otgersplaat. Afgelopen vrijdag gingen Sjaak en ik naar een andere trekpleister. Dat waren de Rosse Franjepoten bij Westkapelle in het Noordervroon. Lachen man. Ja, dat was mooi, hè? Vond ik echt leuk. Het was er toch eerst maar eentje? Of hebben er altijd de afgelopen weken twee gezeten? Er zitten nog zeker al een week twee. Oh, er is al een zeker een week. Iets langer, maar er zaten ze meer. Ik ben een paar geweest kijken, maar er zaten er één aan deze kant en één aan die kant. Oh, ja. Oké. Okay. Ja, wat ik het mooiste vond waren die bewegingen. Ja, is familie van de Tureluur. Nou, het is wel een steltloper, maar het is volgens mij wel een andere familie. In elk geval een andere tak. Ik werd de Tureluur van. Ja. En aangaan als je bij jezelf bent, maar blijkbaar, wat ik al zei, als ik zo doe, op een stoel en dan doet of loopt, dan val je gewoon om, hè? Ja. En maar draaien. Moeten wij niet doen? Nee, dan weet ik zeker dat ik daar in die sloot leg. Kennelijk wervelt dan met dat water allerlei, komen beestjes en algjes omhoog. Die ze dan in een razend tempo ook nog eens oppikken. Voor mij is het continu rechtsom, had ik het idee. Dat is het één kant op deed, maar dat weet ik eigenlijk niet zeker meer. Dat kan je op de film wel zien, denk ik. Ja, dat weet ik. Ja, dat zie je vanzelf in die beelden. Nou ja, Rosse Franjepoten zijn ook vogels uit het hoge noorden, echt uit Arctische gebieden. Overwinteren hier in kleine getalen in Nederland. Maar het zijn ook echt zeevogels, dus je kunt ze ook op volle zee tegenkomen. Ze zijn nu in winterkleed, dus wit-grijs. Maar zou je ze in zomerkleed zien? Ja, dat zijn echt beauties. Maar goed, dat is nu. Ze zwemmen, hè? Ja, ze zwemmen. Op volle zee had je het erover gehoord. Ja, nee, zeker. Maar ze zijn maar 3 teen hoogte? Oh, nou, ja, ze zijn maar zo groot. Bij jou is het nog veel te groot. Echt? Ja, ze zijn maar zo groot. Ook klein, jongen. Echt kleine beestjes zijn het. Ja, wat een geluk, want ze zaten ver, hè? Ja. En ze vlogen in één keer pats vlak voor ons neer. Tenminste. En toen kwamen ze naar de weg, hè? Het was dichtbij, maar omdat ze zo klein zijn, nog ver weg voor het beeld. Precies. Nou ja, ze zullen daar nog wel een paar weken zitten, schat ik in. Je weet het natuurlijk met vogels nooit, ze hebben vleugels, dus ze kunnen elk moment wegvliegen. Maar grijp je kans wanneer je een rotse franjepoten wil zien. Echt prachtig. Sjaak, dat was weer een beleving. Ja, leuk.